marathon. Dat is moeilijk. Er waren er zoveel. Laat ik twee dingen eruit lichten. Het oud en nieuw diner, wat we een half jaar na de opening hebben gedaan. Waarbij de grote zaal helemaal was omgetoverd tot een grote eetzaal. Waar we op de tafel muziek hebben gemaakt, de vleugel erin hebben gereden. Gespeeld, gegeten en gefeest en het nieuwe jaar ingeluid. Een ander best wel hoogtepunt vond ik het concert in het donker. Waarbij we eerst ongeveer de hele dag bezig waren met het afplakken van de grote zaal. Om ook het aller kleinste lichtstraaltje te verwijderen. Zodat je echt niks, maar dan ook niks zag. En daarna hebben we het publiek in een kring gezet. En zijn de muzici daar weer omheen gaan staan. En hebben we een concert gespeeld. En dat was echt een onvergetelijke ervaring. Nou, ik wil vooral zorgen dat het... Wat we daar doen, dat Des Splendors is. Dus dat het super goede, hoogwaardige muziek is. Maar dat het ook een beetje schuurt en een beetje onrust brengt. En niks is wat het lijkt en alles is iets anders. Ik zie af en toe wat dingen voorbij komen. En dan denk ik van, god, dat wordt echt een prachtig mooi programma. Ik ga zelf wat doen met Mike Ventros. Met jou, Matthijs, ook. En voor de rest speel ik mee in het Splendor Orkest. En ik denk dat het een gedenkwaardige avond gaat worden. Ik wil natuurlijk, afgezien van dat we, wat we allemaal willen, namelijk dat we blijven bestaan en dat we nog veel meer mensen bereiken, of ze nou lid zijn of niet. Ik hoop ook nog wat nieuwe muzici te kunnen verwelkomen. Lijkt me heel spannend. Ik vind het altijd spannend als nieuwe mensen in Splendor komen spelen. Ook weer of ze nou Splendor muzikus zijn of niet. Ik zou zelf de komende jaren graag wat meer gaan spelen. Ik heb de afgelopen tijd eigenlijk heel weinig gedaan, mede ook door COVID. Dus ik heb er ontzettend veel zin in. Thank you.